Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op 31 mei organiseert Enjoy Sportclub Maarden een gezellige Ladies Night. Dit evenement duurt van 6:30 tot 22:00 s'avonds. Buiten de vele interessante shops wordt er ook een gratis bingo georganiseerd en is er een gratis Zumba-workshop. Je bent van harte welkom en krijgt erbij een overheerlijk welkomstdrankje. Informatie over de aan te schaffen tickets vindt u op de website van Enjoy Sportclub. Douwtrappen is onze regio al jaren een gewoonte. Op Hemelvaartsdag wordt vroeg opgestaan om vervolgens in groepsverband een wandeling of fietstocht door het buitengebied te maken. Het douwtrappen is oorspronkelijk bedoeld om de heropleving van de natuur te vieren. En de douw op het gras zou een zuiverende werking hebben. De tradities van douwtrappen en Hemelvaartsdag worden in bepaalde streken in Nederland samen gevierd. Zeer vroeg in de ochtend worden deze processies gehouden. In een aantal dorpen in onze regio bestaat die traditie nog steeds. Een traditie waarbij een muziekkorps rond 6:00 ochtends door het dorp gaat. We laten u een kort fragment zien wat is opgenomen in de Biesbos. Na deze uitzending kunt u naar een opname vanuit Ter Heide kijken. Op zondag 8 oktober 2023 alweer werd voor de 37e keer het amateurconcert gehouden in het Witte Kerkje in Ter Heide. Muzikanten konden zich vrij inschrijven om ook anderen van hun muziek te laten genieten. De enthousiaste reacties van het publiek onderstreepten dat het een traditie is die op prijs wordt gesteld door zowel de amateurmuzici als door het publiek. Hoewel aanvankelijk werd aangekondigd dat dit de laatste editie was, bleken er achteraf toch weer mogelijkheden om er een vervolg aan te geven. Ook in de tweede helft van 2024 volgt dus weer een amateurconcert. Dit keer op 6 oktober. Maak je graag muziek? Aarzel dan niet en geef je snel op. Dit jaar is er weer op 25 mei een gezellige rommelmarkt bij basisschool De Schittering in Hoge Zwaluwe. De rommelmarkt wordt geopend door de burgemeester en zal van 10 tot 4 uur open zijn. Mocht u in Hoge Zwaluwe wonen, op 24 mei kunt u uw rommelmarktspullen aan straat zetten. En vanaf 5 uur worden de spullen dan opgehaald. Op 25 april bestond de naam gemeente Drimmelen 25 jaar. Drimmelen is een van de twee gemeenten in Nederland die geen eigen gemeentewapen en ook geen eigen vlag had. Het 25-jarig bestaan van de naam gemeente Drimmelen was de ideale aanleiding om hier verandering in te brengen. Aldus burgemeester Boy Scholtsen. De gemeente Drimmelen ontstond in 1997 door samenvoeging van de gemeenten Maarden, Drimmelen, Ter Heide en Hoge en Lage Zwaluwe. Aanvankelijk heette de gemeente Maarden, maar in 1998 werd de naam veranderd tot gemeente Drimmelen. Het gemeentewapen is geen vervanging van het huidige logo van de gemeente Drimmelen. Om voor Drimmelen tot nieuw gemeentewapen te komen, werden de heemkundekringen gevraagd om mee te denken en advies te geven over de aanvraag en over het ontwerp. Afgelopen donderdag reikte de Hoge Raad van Adel het wapendiploma van de gemeente Drimmelen uit aan burgemeester Scholtsen. Het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat de Biesbos de status Nationaal Park kreeg. Onder de noemer de Biesbos, B&B Vol Leven, nodigt het Biesbosnetwerk omwonenden en bezoekers uit om dit jubileum mee te komen vieren. De aftrap van de feestelijkheden vindt plaats in estafettevorm. Op 24 mei in gemeente Altena, 1 juni in Dordrecht en 8 juni in Drimmelen met de feestelijke bijeenkomst in de Benardes in Maarden. Centraal staan de verhalen over kenmerkende dieren en planten in de Biesbos. Het is alweer even lente en dat kun je merken in de natuur. Zo ontdekte een van onze cameramensen tijdens een fietstochtje een ooievaarsnest in de Hartel. Bij andere cameramensen viel het oog in de Brieltjespolder op een nest van een broedende zwaan,
die net de eieren aan het keren was. Zo zie je maar hoeveel moois er allemaal in onze prachtige woonomgeving als gemeente Drimmelen gebeurt. CV De Deurdouwers, bekend om een creatieve en betrokken aanpak, heeft in het verleden al eens bewezen niet bang te zijn om de grenzen te verleggen als het gaat om het ondersteunen van goede doelen. Bij het 5-jarig jubileum fietsten Bart Jaspers en Marten Moncheurs dwars door Nederland ter behoeve van KWF kankerbestrijding. En dat bleek een groot succes te zijn. Nu komen ze opnieuw in actie met een uniek initiatief om hun 22-jarig jubileum te vieren. Dit keer in samenwerking met de avondvierdaagse Maden. Beweeg met je hart van 21 mei tot en met 24 mei op het Raadhuisplein Maden. Ben je klaar om je hart te laten spreken en je lichaam in beweging te brengen? Doe mee met het Beweeg met je hart initiatief. Reserveer voor €50 met een groep van maximaal 6 personen een blok uur op een attribuut en probeer de meeste kilometers af te leggen. Tijdens dit uur is het mogelijk om je logo op een LED-scherm te projecteren. Met jouw deelname steun je de twee goede doelen, Stichting Leergeld Drimmelen en Stichting Met Je Hart Drimmelen. Ga naar de link die in beeld wordt gebracht om een blok te reserveren. We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen op een van deze dagen. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Met dit keer de show Hirundo deel 1, Douwtrappen Harmonie ter Heide en Make-A-Wish Klim Marathon. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!